lijkt me echt geweldig. Ja, ja. En reed je de auto daar ook? Ja, links. Ja. Ik zit gewoon mijn show te stelen hier, hè? Op. Maar jullie kennen elkaar wel. Ja. Dus wat ik zeg, maar dan spreek je dan heel veel hier af, weet je. Ik had ergens in een bosje, een mooi kasteel. Nee, dat is niet voor de koffie, dat is als we het laatste nieuws hier hebben. Maar de koffie is erbij gekomen. Kijk, koffie wordt hier met liefde gemaakt, zie je? Ja, met een hartje. Zo, ja? Vasthoud, zo. Kan je het hart ook zien. Nou, even erbij kijken. Als hij achter de bas is, dan kom ik niet meer, want ik kom er niet bij. Nou, maar nu moet ik eigenlijk nog zo'n meisje hebben die daar een beetje drommel is. Ja. Dus weer, wat is vandaag? Woensdag alweer, hè? Ja. Het is tijd voor de Raad van Aad. Even kort, vanavond. Ja, ik heb de uitslagen bekeken van de 5 andere Spaanse ploegen. Die hebben 14 voor, 0 tegen in de Euroleague en Champions League. En voor mij zou een 0-0 zou geweldig zijn. En mocht het 1-0 voor PSV zijn, ja, dan is dat een super uitslag. Dan kun je gaan dromen van de volgende ronde. Maar als je de uitslagen ziet van alle andere grote ploegen van Spanje, moet je eigenlijk vaststellen dat je bijna kansloos bent. Maar PSV thuis heeft altijd iets meer. Ja. En dat voelen de spelers, dat voelt het publiek. En misschien een grote verrassing. Er is altijd één verrassing in de Champions League in de ronde. Die is er nog niet geweest. En je komt dan steeds dichter bij die ene verrassing. En misschien is dat PSV. Gaat vanavond vallen, denk ik. Denk jij de handbal? Ik denk 2-0 voor PSV. Toch, ja? Toch, ja. Nou, maar hij komt wel in de Efteling, hè? Ja, hij komt wel in de sprookjes, hè? Nou, ik bekijk het positief. Het is een hoop. Het is hoop. Tot zover woensdag. De Raad van Aad. Hey, je doet het natuurlijk pas mee als je een naam hebt, hè? Kijk nou eens. Het staat gewoon officieel boven de deur. Ik ben al trots op die meisjes, hoor. Boe. Hallo. Dan maar van achteren. Ja, van deze kant mag het. Ja, heel dichtbij zit de fabriek. Want als je dat te lang, zeg maar, te ver zou doen, dan zou het eigenlijk al helemaal gaan. We gaan naar Amsterdam. Amsterdam. Inkopen doen voor mama. Ja, het leven van een ondernemer gaat niet over roos, hè? Wel hoor. Het is bijna zover, Blend gaat bijna open. En nu kwamen ze er gisteren achter dat er toch nog wat niet geleverd wordt. Dus een wat lege gaten in de rekken. En dan kun je bestellen. Maar je kan ook naar Amsterdam rijden, naar het World Fashion Center. En nog, weet ik veel, nog meer plekken in Nederland. Wij kiezen nu voor Amsterdam. Dus met gezin, even op en neer, halen we gelijk Noah op Amsterdam Sloterdijk. We zijn er toch, hè? Level 1. Ik ben natuurlijk fan van tankstations, hè? En koffie op tankstations. Nou, ik zal eens even een mooi voorbeeld geven van mijn favoriete verkoper. Hoe het ook kan. Ik ben net zo. Zult hem hebben, hoor. Hey, we worden gevlogd. Hi, peace. En lach eens. Ja, even lachen, Em. Kijk even. Even lachen, ja. Je wordt gevlogd. Zo kan het dus ook. Houden, hè? Bijna dan, ja, houden, hè? Thank you.
Luienpauze, plaspauze, Noah-pauze. Noah even Charlie plassen, Mieke inkopen doen. Mannetijd! Level 1. Even naast alle bestelde producten, wat leuke dingen erbij gehad.